Zo, hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe live video van Jane Mini Hurricane. Het is weer woensdag en dat betekent uiteraard weer een nieuwe update. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie ook. Vandaag is natuurlijk de update dat we elkaar kunnen helpen in de stallen om de paarden te verzorgen. Nou heb ik dus een soort zondebok gevonden, om het zo maar te zeggen. En dat is Claire en ik heb Claire ook in de call. Wauw. Dus, yes, Claire. Wat een introductie. Daar, ja, goed hè. Kijk, daar is Claire en Claire gaan mij vandaag ook helpen. Om te laten zien inderdaad wat de nieuwe update inhoudt. Ik ben echt, ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ik ging net al stiekem mijn stal in, dus ik kreeg al pop-up. En dat ging dus inderdaad over dat je mensen kon verzorgen. Maar volgens mij moet je dan in groep zitten, maar we gaan het even uitvinden. En daarvoor hebben we ook Claire erbij. Super gezellig. Kom maar lekker bij. Kom maar lekker bij. Kijk, we hebben elkaar al in groep gevraagd. Hartstikke leuk. Helaas kan ik dus niet echt met jullie. Jullie kunnen met z'n allen naar binnen. Maar jullie kunnen uiteraard wel de live bekijken. En ik hoorde dat er een kleine missie is. Hoi Faiza, hoi Sanne, hoi Julia, hoi Kerstin. Leuk dat jullie allemaal zijn. Hey Sandra, leuk dat je ook kijkt op de live. Hartstikke gezellig. Oh. Hey, hoe is het? Ja, gaat goed. En hoe is het met jou? Met mij gaat het heel goed. Let's go. En de paarden van je vrienden krijgen ook wat XP. Als je bedankt je voor de hulp. Ah, oh, wat lief. Oh, dus als ik jou help, krijgt mijn paard ook XP. Ik moet wel even volgens kijken. Volgens mij wel. Ja, ik heb genoeg spullen om te verzorgen. Oké, okay, let's go. Laat me ook even dus een paard pakken die überhaupt nog verzorgd moet worden. Doe rustig aan. Ik rij op dit moment op Knight Rider. Knight Rider is de zwarte cellen Frances. Hartstikke blij. Ja, onze springkaan. Ik ben zo... Dat setje ook. Niet doodgaan. Ik ga dood, zeg Kerst. Niet doodgaan. Doodgaan? Oh. Met mij gaat het goed, maar kan helaas niet om. Groetjes, Hanna. Oh. Ja, dat geeft toch helemaal niet, Hanna. Je kunt er niet er altijd bij wezen, maar je bent er wel bij de live. En dat is gezellig. Dat is gezellig. We krijgen uitnodiging van de stal. That's it. We gaan het eens even bekijken. Waarom moet ik naar het bord oplopen? Ik denk het. Ja, ik krijg nou niet die... Oh, je kunt zelf ook helpen bij de verzorging van de paarden van je vrienden als je langsgaat in een stal. De paarden van je vrienden krijgen gebruikelijke XP en je eigen paard krijgt ook wat XP als dank voor je vriendelijke hulp. Nou, dat is toch helemaal geweldig. Hoe leuk is het dat je elkaar gewoon kan helpen daarmee? Even kijken. Ja. Maar is het dus dat ik nou naar een prikbord moet of is het nou gewoon één? Ik dacht van wel. Nee, dat hangt... Moet ik naar een prikbord? Ik denk dat ik gewoon een random paard voor jou kan gaan verzorgen. Maar welke? Oh, hier. Ik heb hier al een paard gevonden. Sky Rider. Ja. Perfect, toch? Even kijken. Hey Ruby! Oh, ik heb al een stalmeester vanaf nu. Ah, kijk, jij hebt het goed voor elkaar. Kerst heeft mij weer paard laten kopen. Wanneer komen die nieuwe KWPN's? Nou, ik hoop eigenlijk volgende week. Met het ruitenvest. Oh, maar er zijn nog helemaal geen trailers, helemaal niks. Dus ik... Nee. Ja, nee, eerst komt wel zeg maar het festival zelf en daarna komen de paarden. Oh. Maar ik denk dat het alleen die cellen van 6 wordt. Oh, ik ben benieuwd. Ik ook. Er komen zoveel kleuren. Ik denk dat Star Stable, serieus, expres gewoon niets laat weten. Star Stable is sowieso een naaierbal, hè. Kijk, ik kan je paard verzorgen. Ja, verzorgen. 20. Goed. Oké, let op. Komt-ie. Oh mijn god, dat is verzorgd mijn paard. Ik kan je gewoon jouw paard verzorgen. Oh mijn god, maar dan krijg ik... Oh, ik krijg nou ook gelijk geen XP er meer voor mijn paard. Nou, wat is dit dan weer? Ik kan het niet dubbel doen, dus. Oh, dus... Jammer. Ik kan jou... Maar, even kijken hoor. Jou heb ik dus 1 keer verzorgd en that's it. Ik kan er maar 1 keer verzorgen. Ik heb alleen zijn hoef gekrapt. Echt? Ja, that's it. Dus nou. Maar 1 keer. Je kunt dus blijkbaar... Of de, heb je nog een trainer en nog een beest? Wacht, ik kan gewoon deze doen. Ja, maar. Mag... Nee, ja, oh ja, ja, je kan het ook. Dank je. Aan een borstel. En dan krijgt mijn paard ook 10 XP. Als ik al mijn paarden gewoon... Oh, of al jouw paarden gaat verzorgen zo, hier. We gaan allemaal paarden langs. Maar je kunt het dus maar 1 keer doen. Oh, what the hell. Hé, hey, ik zou wel mee willen doen, maar ik ben bij je vriend. Oh, nou, maar dat geeft toch helemaal niks? Je bent toch bij de live? Dat is toch hartstikke gezellig? Oh, Jane, kan je Spirit verzorgen? Waar is Spirit? Spirit verzorgen? Spirit is hier zo.
in spirit. Ja, Claire is een oldschool speler. Kijk, ik ga gewoon de spirit verzorgen. Nee. Ik kan de spirit niet verzorgen. Of er zit een limiet aan of zo. Oh. Misschien dat kan. Wacht even deze kijken. Nee, deze kan ik wel verzorgen. Ik kan je spirit niet verzorgen. Nou, wat ben jij? Spirit! Vertel het alleen maar mij. Ik denk het. Spirit is eenkennig, dus dat gaat er dus niet worden. Sorry dat ik niet meer kan komen door, maar ik moet een heel Frans gedicht uit mijn hoofd kennen. Oh mijn god, Ruby. Frans? Rip jij. Maar wat knap van je. Hé, hey, ik kan zelfs hier. Frans. Hallo, kijk, ik kan dit paard ook doen. Ja, verzorg hem. Oké, ik geef hem wel eten, oké? Oh, ik weet misschien waarom. Oh, okay. Nee, ik krijg een netwerkfout. Oké, je mag dus niet te vaak. Er zit dus een netwerkfout. Oh, dit is diezelfde die ik toen met Eline kreeg. Ja. Hey, maar het maakt niks uit, want we starten hem gewoon opnieuw op. Ik kom eraan. Mooie achtergrond trouwens, hè? Kijk, mensen, mooie achtergrond. Dus we hebben Jane met de lippie. Ah, leuk. Ja. Trouwens, ik denk dat ik weet waarom jij niet mijn paard kon verzorgen, Spirit. Omdat ik erop reed, zeg maar. Ik reed erop, dus misschien daarom. Dat zou kunnen. Dan gaan we eens even afkomen. Ik heb weer op een ander paard gezeten, hè. We moeten even kijken. Claire mag niet Spirit van boven hebben... aangeklikt. Wat zeg je nou, Kerstin? Hey Daisy, leuk dat je erbij bent. Welkom. Ja, ik mag er niet op rijden. Ik denk dat ze dat bedoelt. Hi Daisy. Daisy was gisteren ook goed bezig, joh. Oh my god. Gisteren of eergisteren ook. Dat maatje die is goed bezig. Pop. Ja. Strijder. Ja, dat is echt een strijder. Ja, hoe moet ik dat uitleggen zo? Jemig. Nou, Kerstin, doe je best. Leg uit. Hey Verla, leuk dat je erbij bent. Hey, welkom bij de live, meid. Oh, chips. Voorbij. Hey, staan jullie allemaal nog steeds voor die stal? Oh, het is hier druk voor de stal, hé. Hey, Zoe, wat leuk. Hey, Ada, leuk dat je er ook bent. Kerstin, hey, Chantal. Oh, Chantal rijdt ook op de springkaan. Superleuk. Oh, ik moet ook nog een springkaan. Ik moet echt een springkaan. Het is echt een schande dat ik nog geen springkaan heb. Ja, ga je er een kopen? Nee, niet vandaag. Maar ik ga nog even één keer bij Claire in de stal en daarna kom ik naar buiten en dan gaan we de rest eens even bekijken. Want er schijnt dus ook nog een upgrade te zijn over in de paddock. Dat dus als je in groep een bepaalde categorie, de ABC, aanklikt, dat eigenlijk de rest van je groep die ook automatisch ziet. Dus het wordt leuk als er meerdere gedachten zijn, weet je wel. Nou ja, dat vechten ze er dan maar uit. En volgens Claire die vertelde mij dat er ook nog een kleine missie was. Dus die gaan we ook even bekijken. Hij is heel klein. Maar ik moet zo mijn trainbeest meenemen. Kom. Probeer hem nu eens. Eens even kijken. Probeer hem nu. Oké, en nou niet weer eruit gooien. Ja, ik kan. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Hier, een beetje water voor jou. Nou, kijk eens. Maar dat. Even kijken. Oh, wacht. Kan ik hem nog wat doen? Even zien. Oh, nu kan ik hem ook emborstelen. Nou. Oké, nu kan ik dus wel alles. Dus heb ik nou iets verkeerd gedaan? Misschien is het omdat dat paard XP krijgt ervan? Nee, deze kan ik nou ook gewoon doen. Oh, nou, de. Zie je dat? Oh, dat been. Dit. Dat zie ik niet. Ja, dank je dat je paard of Jane weet je ook en waarom. Ja, leuk hè? Ja, vond ik ook. Maar aan de andere kant, achteraf zat ik te denken, nou heb ik dus een bubbel en een waterbubbel. Dus we blijven in de bubbels, joh. Misschien kunnen we gewoon bij Jane Major Hurricane alles in de bubbel houden. Bubbel. Ja, volgende keer doen we gewoon een big bubbel. Of een small bubbel. Is leuk. Little bubble. Firebubble. Nou. Doe alle elementen. Word de avatar. Oh, dat kan ook. Dat lijkt me ook wel wat. Want je hebt een waterbubble. Oké, kom. We gaan naar buiten. En dan heb je een firebubble. Huh? Ja. Kon mijn paard nou opzij schuiven? Huh? Jane, jij bent sterk. Ik kon het mijn paard opzij schuiven. Kan ik het doen? Kan ik het ook bij jouw paard? Of kan ik het alleen met mijn paard? Ik kom... Nee. Huh? Ik
wil ook bij mijn paard kunnen. Ik wil ook sterk zijn. Ja, ik schoof hem ook. Ja. Zie, je kent hem op zich. Jane, jij bent sterk. Oké, okay, we komen naar buiten, meiden. Let's go to outside. Hé, hey, maar nou twijfel ik, hè? Ja. Kun je ook mijn paarden verzorgen? Gaan we kijken? Ja, tuurlijk. Even mijn paard verzorgen. Ah, oh, zo leuk. Nou, het gaat wel beter hoor. Ik hoest nog een beetje, maar... Wow, het is druk. Hé, hey, Violet, leuk dat je erbij bent met je katuurtje. Leuk. Hé, hey, Zoe, met je halfling. Oh, zo cute. Hé, hey, Jules. Hé, hey, Sanna. Hé, hey, Kerstin. Oh, bij mij is rustig. Oh, laat maar zitten. Echt gezellig. Ja, het is zo leuk. Kan ik ook gewoon nu een random paard hier verzorgen? Kerstin, op jouw paard? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan toch niet. Dat is jammer. Oh, wacht even. Wat vind je van het clubsetje van een andere club? Altijd goed. Oh, altijd goed. Violet. Nee, dat kan ik niet. Jullie zijn... Kijk maar, dat kan niet. Je loopt ook door elkaars paard heen. Ja, precies. Ik vind het echt ontzettend leuk dat ze er allemaal bij zijn. Ik vind dat zo gezellig. Deze halfling is ook cute, hè? Die van Zoe. Oh, ik vind het zo knapperd. Zo knapperd. Hey. Ik moet denken aan een paard die ik heb gereden. En Ada, de Connemara. Ja, ik denk dat we allemaal wel een keer op een halfling hebben gereden. Of was dat geen halflinger? Ja. Leek hij erop? Hij leek op deze. Hij leek er gewoon op. Het was geen halflinger. Maar zij schrok overal van. Oeh, dat is die best. Oké, let's go. Oh ja, ik nodig jou nog heel even uit. Nou, anders doen we dat zo meteen. Na de live doen we dat wel. Doen we dat wel. Kunnen we nu naar Morland? Ja, dus nou is er dus ook, wat ik zei, een kleine missie in Morland. Dus daar kunnen we even heen. En wederom hebben we daar ook een... Oh, ja, daar kunnen we ook de paddock upgrade bekijken. Ook in SO, welke server... Elkaar weer een keer niet gemist. Heel goed. Ik zit weer op Hurricane Hill zoals eigenlijk altijd. Ja, ik weet het. Ik moet een keer naar een andere server. I know. Oké, let's go. We gaan naar Moorland. Pak even een flesje mee. Oh, ik vind deze zo knap, dit paard. als ik meer Star Queens had, had ik hem gekocht. Dus... Ik snap het. Let's go to Moorland. Bij de trailer doe ik even allemaal op jullie wachten. Om dan gelijk vol gas ergens heen te gaan, dat is ook zo wat. Oeh, kijk, daar is iedereen al. Vet gezellig. Ik zit even kijken, hebben ze hier nou de paarden al ergens anders neergezet? Nee, dit staat nog steeds hetzelfde. Nee. Anders hadden ze dat toch al gezegd. Ja, dat is waar. Ja, hij is zo cute. Maar hier ook de cellen. Deze heb ik ook nog niet. En de cellen. Cellen. Ik ook niet. Oh, ze zijn zo cute. En voor degene die waarschijnlijk waren, je wist niet wel, maar de cellen is gefixt. Hij had natuurlijk een tijdje in een buk, een paar dagjes, maar die hebben ze eigenlijk best wel snel gefixt. By the way. Maandag, ja. Ja. Oké, we gaan naar de missie. Ik zie inderdaad een gele uitroepteken daar staan, dus dat betekent een mini-missie. Ik ben benieuwd wat ze te melden hebben. Mini. Eén zinnetje, that's it. Nee, eigenlijk wel. Jemig! Wat is er? Oh god, het is zo druk. Gezellig. Oh, het is hier echt druk. Wow, wat gezelligheid. Maar dit is niet allemaal voor de live, denk ik. Oh, dus... Wow. Nee. Het is allemaal voor die missie. Vergeten jullie ik zie nou hier een oude Vries lopen. Vergeten jullie niet dat die Vries dus deze week voor het laatste koop zijn? Vanaf volgende week, 27 maart, zijn ze dus woestig. Weg. Ja. Voor altijd. Oh. Dus mochten jullie nog bedenken, deze week nog. Hey. Oh, Stacy wil wat zeggen. Gedeelde attributen voor de paddock. Ontzettend bedankt voor je hulp. Ik heb de ruitenclub gevraagd. Welke hulp? Ik heb wel geen hulp. Dat weet ik ook niet. Ik heb de ruitenclub gevraagd en van de Bobcats mag je eigen paddock ontwerpen. Je mag ook samenwerken met vrienden. Oeh. Het geeft wel 125 XP en 20 XP voor je poppetje. Dit was het? Wil je magische truc zien? Ja, waar ben jij? Wow. Hallo, bevestig eens. Oh, dat deed jij! Is dat jou klaar? Ja! Is dat jou? Ja, hij staat er bij. Oh, help! Nou is hij weg.
Hey Lily. Maar opnieuw. En dan probeer... Hey Lily. Hey Lily, leuk dat je erbij bent. Oh, even kijken, mis ik nou mensen? Oh, sorry, even kijken, ik heb Zoe al gezien. Ja, Lily, Julia, Sanna. Oké, super. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Hekserij. Ja, hekserij, zag je het? Ja. Jane, ja? Hier, moet je de bord klikken. Oh ja. Oeh, dit is ook helemaal veranderd. Ja. Kies attributen. Ik wil deze. Ah, hey, we hebben rood zwart. Hey, we hebben hindernissen. Ja, springen! Weer een alles zelf Frances. Jazeker, Lily. Heb er nu 4. Oh my god, ik ben zo blij. Oh, ben je zo blij? Waarom ben je zo blij, meid? Vertel het eens. Zeg het eens, waarom ben jij zo blij? Oh, die persje rond is ook leuk. Die witte. Ook een pers. Hier dan, die van Stella. Ja, het setje is leuk. Ik heb het setje er leuk op staan. Ja, zeker weten. Absoluut. Zie je niet zo vaak in een western-stijl. Omdat ze een live niet gemist heeft, volgens mij. Oeh, dat zou kunnen. Oh, dat is knap. Dat is knap. Voor ja. Nog nooit een live heb gemist. Dat is knap. Sanna. Ik moet eerlijk zeggen, Sanna die heeft er echt geloof ik nog nooit een gemist. Sanna is echt een... Ja, dat is echt... Als ik dan live ga, dan plopt ze op en ze is er altijd bij. Ik vergeet ook, net zoals de vorige keer, weet je nog, Sanna, dat ik 3 keer op werd gegeten door de wolven. Je bleef gewoon bij me rijden. Ik vond ik echt ook heel knap. Mijn tandengroei scheef. Geen idee waarom ik dat zeg. Ik ben Stella Pixie. Oh, ben jij op die knappe pensioen? Nou Stella, we zaten net je pensioen helemaal. Dat we het zo leuk vonden. Leuk setje en zo. Oh my god. Nou, superleuk. Hey Stella. Leuk dat je erbij bent. Het is druk bij de live. Het is gezellig. Oké, dus dan hebben we... Ja. Oké, maar eigenlijk was dit dus... Dit waren eigenlijk de... updates. Volgende week hebben we natuurlijk... Dit is eigenlijk de update. Maar volgende week hebben we natuurlijk het Guitenfestival. Iets waar ik eigenlijk al bijna weer een jaar naar uitkijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, Claire, maar... Ja, ik heb alleen een probleem. Ik ben een scheidsrechter bij het veldtoernooi en dat is precies op woensdag. Dus ik ben waarschijnlijk de hele middag daar. Juist uitgerekend die dag. Ja, oh dat my is zo naar. Oh my god. Ik ben er waarschijnlijk pas in de avond bij. Oh, ja, maar dat geeft toch helemaal niks? Nee, dan kan ik nog jullie alles laten zien. Ja, daarom. Ik moet hem even plannen, die live. Want dat wordt waarschijnlijk een lange live video. Oh, zeker weten, 100%. Mm-hmm. Leuk, man. Oh, moest kijken hoe een drukte, heel benieuwd, joh. Ja, dat is jouw schuld. Oeh, die Gabriella die heeft ook een mooi setje op die cellen. Dit is even... Blauw. Ja, maar het is gewoon dezelfde kleur blauw. Ja, dat is wel. Dat is knap. Zie je niet vaak. Nee, precies. Oh, wat zegt Kerstin nu? Crest... Wat? Stella, ik ben... Oh, dankjewel Stella. Super lief. Ik zie nu pas je berichtje op de chat. Sorry, maar echt super lief. Oh ja, je wist niet eens dat het een update was. Ik dacht dat het zondag was. Oké. Jay, ben je live of zo? Ja, klopt. Oh, klopt. Type gebruik. Koppie. En ik heb Claire erbij. Koppie. Ja, Claire Koppie. Is... daarom is het te druk. Oh jee. Dat is niet stikken. Dankjewel. Hartstikke leuk. Super bedankt. Eens even kijken hoor. Want in principe is dit de perfecte live om inderdaad ook een beetje vragen te beantwoorden van jullie. Want zoveel is het natuurlijk niet. Eeuw, nee. Kunnen we even trainen tussendoor? Ja, we kunnen wel even een trainingje doen. We hebben zo natuurlijk de champ in Moorland. Dus daar hebben we natuurlijk helemaal veel zin in. Ik wel in ieder geval. Moorland is echt onze champ. Wat is het? Druk, ja, vliegen. Oké, kom. Dus we gaan even de druk. Hier staan. Ik moet off. Bye. Oké, doei Claudia. Bye bye. Mijn kies en een andere stand staat zo. Staat hoe? Beetje scheef dus. Hè? Sta op de balk. Oh, Ada staat op de balk. Ada, waar sta je? Oh, ik zie haar. Oh ja. Staat hier.
Oh, nou ben je eraf gegleden. Oh, dit is ik niet heb goed. Ze allemaal eraf gegaan. Ik ook. Nee, nee, eentje niet. Oh, ik probeer hier zo overheen te komen, maar dat gaat niet. Waarom is het nou. Hier zo druk, zegt er een. Ik denk dat dat mijn schild is. Is. 10 minuten. Jee, naar mijn moerland. Hé, hey, Bella! Bella rijdt ook op een knap Ardenner. Ah, jij, zo knap, zo knap. Al die paardjes zijn zo hier. Knap. Oh. Iets trekken. Oh, 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 ik denk nou, krijg ik netwerk fout. Nu wel met Jane. Jane, door jou ben ik ook begonnen met jou. Oh, wat leuk! Oh, superleuk, Stella. Oh, dat vind ik leuk om te horen. Dankjewel. Super lief. Oh, Jane is weer ontroerd. Jane is weer ontroerd. Ja, maar dat soort dingen, daar ben ik wen daar nooit aan, denk ik. Ik vind dat zo bijzonder. Okay. Ik vind dat echt heel bijzonder. Bijzonder? Bijzonder, bijzonder. Het is net waar je vandaan komt, denk ik. Want dat is weet je, het is net zo, hè? Is de deur open of is de deur los? Ja. Ja. Dat is... Mijn brein doet pijn nu. Livestream, ja zeker. Hé, hey, ik zit te denken, hè? We hebben nog even... We kunnen natuurlijk ook met jullie in deze live video nog even een paardje kopen. Want ik zat eigenlijk te bedenken om een witte KWPN'er te kopen. Wat ik dus in mijn vorige live video al zei. Hey, hey, Coco. En, dat kan ik natuurlijk met jullie wel even doen. Ja. Als jij die witte nu gaat kopen, dan pak je ook die van mij erbij. Ja, is goed. Zullen we een nieuw paardje kopen? Maar we moeten wel weer op tijd bij de champ zijn, dus we hebben niet heel lang. We hebben 9 minuten. Misschien na de champ? Is dat niet beter? Ja, is goed. We kunnen het ook na de champ doen. Oh. Doen het naar de chat. Waar ben ik? Ook ben hier. Jeze. Gelukkig zit ik zit op een grote beest. Dat scheelt. Kan ik mezelf een beetje zien? Natuurlijk. Oké, okay, doen we dat. Doen we dat. Sanne die zegt nee. Sanne zegt nee. Precies nee. Oh, dat is zo'n mooi mens, jongen. Heerlijk. Ja, die zal wel denken, ik koop hem nou maar gewoon nu. Nee, we kopen hem wel daarna. Dus moet na de champ of. Oh, oh, serieus? Oh. Oké, okay, redden we het om in 10 minuten? Het is 8 minuten. Naar landhuis. Oh, 8 minuten. Oké, okay, als we dat redden. Ja, snel dan. Oké. Okay. Je hebt een naam uitgekozen. Let's go. Nee. Wie weet de naam? Oké, okay, degene die nou. Degene die nou een naam zegt, zo heet hij. Hoe heet je, Jane? Jane. Huh? Mini Hurry. Oké. Okay. Op, joe. Holy moly, op. Tip. Ja, je moet eventjes hop, gas erop. Oh ja, we moeten even naar het landhuis. Hup. Landhuis. Let's go. Oké, okay, wie weet een mooie naam voor die witte KWPN'er? Staat zo mooi, man. Hij is zo mooi. Hij is, oh is. Het is hier druk. Wow. Oh, hier loopt de spirit. Maar heet ik die zag spirit? Het. Ja, dat weet ik niet. Heet de spirit? Hij heet Oakley. Nee, geen spirit. Schande. Silverstar. Schande. Ja, Silverstar. Goeie naam. Noem hem Coco. Coco, Silverstar. Ja, Silverstar. Oh, nee. Dit is van Coco. Silverstar. Nee, ik weet waar Silverstar is. Die film van Britt Dekker. Ah, oh, geeft niks. Maakt niks uit. Oké, okay, we kopen hem gewoon gauw. Zullen we kopen? Ik vind ja, maar je tuig. Anders heb je niks omhoog. Je bent wist echt dat ik hem... Moet ik hem gelijk rijden? Oh ja, ik rijd hem gelijk, dus gek. Ja, voor de champion. Jawel, we doen hem gelijk rijden. Ik kan hem dadelijk wisselen. Vind ik ook. We doen even alles weer afhalen. Oké, let dit op mijn rugzak. Die zit echt bam vol. Nee, let maar op de starcoins. Je gaat zien, dus je gaat niks veranderen dadelijk. Ook heeft zijn part gekocht. Oké, okay, ja, oké, okay, let's go. Ja, mijn starcoins zijn 49.533.000. Zo, als ik dat even heel snel zeg. Ik ben wel van die 50.000 af. Dat komt natuurlijk door die Pasofino. Die vier. Pasofino? Of zelf Frances, excuseer. Hoe ging ik hem ook weer noemen? Silver Star, toch?
Ja. Ik ben dit niet helemaal eens, maar ik vind het zo paard. Ik snap het, maar het is mooi. Silverstar op Telecont, ga je een paard kopen? Ben net klaar met de gedichten. Ja, ik ga een paard kopen. Deze KWPN'er. Ik heb hem natuurlijk met mijn andere account gekocht en ik ben eigenlijk zo verliefd op dat beest dat ik hem ook gewoon op dit account wou. Daar is die. Oeh ja, die is mooi. Ik heb hem ook. Heb hem maar eten Grey. Oh, dat is ook een mooie naam. Meteen rijden. Hij heet Victor. Oeh, dat is ook een gave naam. Ja, yo, daar is die. We hebben het paardje weer gekocht. Ja. Even kijken, Table. Table? Table kan, ja. Zo wil ik ook nog een paard noemen. Maar we hebben nu nog 5 minuten. Oh, we moeten naar de champ, jongens. Let's go. We kletsen verder bij de champ. Go, go, go. Daar zijn we even gekocht als Ada erbij was. Oh, mijn paard gaat er niet zo hard. Oh. Ja. Ik denk dat ik hem even moet verzorgen. Nee. Doe Nova na. Ga lekker zo de champ rijden. Doe Nova na. Oh, dat zal het zijn. Nee, ik ga het ervoor zorgen. Zo beter. Zo overtuigd dat ze ging winnen. Ja, ik verzorg wel bij Moorland. Kom op. Go, 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 go. Oh, hij gaat er niet zo hard, jongens. Ik ga echt allemaal hard, Tiro. Zal dit setje omhoog staan, of niet? Ja, ik denk het wel. Jawel, dat staat er ook wel. Oké, let's go. Even afstappen. Groep. Je zit er ook nog in groep. Oh ja, dat is waar. Ik zal even... Oh, dat setje staat er prachtig. Jawel, dat setje staat echt bijna elk paard wel. Ja. Wordt het gewoon een van je standaard setjes. Ja, ik denk dat ik het ook... Ik vind het zo'n mooi setje. Zo, een beetje water. En een beetje eten. Oh nee, borstelen. Eten heeft hij al gehad. Je moet niet te veel eten, want je dit dik van, hè? Oh mijn god, ik zie het paard niet meer. Ik ook niet. Daar is die, daar is mijn paard. Jee, goed bezig. Hij gaat ook zo hoog. Zo, we zitten erop. Nou, dan gaat hij in ieder geval harder als een vorige loppie. We doen gelijk af, eens even aanklikken. Dank je. Oh, ik vind hem zo knap deze. Zie je ook. Zo, dan hebben we toch weer een paardje gekocht. Even kijken, waar stond ik net nou? Hier, hè? Ik ga gewoon hier bij... In mensen. Ja, ik ga bij Ada staan. Zo. Even kijken. Ik ga verderop staan, want ik weet wat er gaat gebeuren als ik daar ga staan. Dat is dan. Het is gezellig. Het is gezellig. Ik heb geen zin in mensen in me staan. Ik heb geen zin. Emma. Hi, zeker. Ik ben live, Sertje. Hoi, Sertje. Leuk dat je bij de live bent. Welkom. Ik hoop dat je er net ook was, want anders heb je net eens gemist dat we een paardje gekocht hebben. Een KWPN'er. Ik ben erbij. Oh, gezellig. Leuk. Violet, je hebt geen hostel. Oh, inderdaad. Violet, je hostel is weg. Hè? Hey, Ruby. Oh, inderdaad, ja. Ik zie je voorbij komen. Ik heb een Coco. Gezellig. Dit ponytje van Coco is ook leuk. I'm on my way. I'm on my way. Jay, hoe gaat hij met waterbubbels? Hey, ja, goed. Heel goed. Drama, helemaal heerlijk. Ja, gaat echt heel goed. Het is echt heel rustig en. Fijne clip. Ik weet dat de dag dat. Weet je nog de dag op dat dat hij gemaakt werd? Oh, je weet nog de dag dat hij gemaakt. Ja, was lachen, hè? Hij was zo impulsief die dag. Want we hadden eigenlijk helemaal niet verpland om gelijk die, hem te maken. Maar op een gegeven moment deden we het toch maar wel. Bij mij staat hij nog level 1, Jane. Ik heb mama uitgezocht. Vertraging in zitten. Ah, daar. Ja, precies. Even kijken hoor. Kan we nog een ander paard pakken, denk je? Nog 1 minuut. Nee. Als jij dat kan, dan moet je dat doen. Dat gaat niet lukken. Hey, Tony! Het is hier druk. Even nee hoor, het is helemaal niet druk. Waar heb je het over? Nee. Kijk, Tony heeft dat pompoentje op zijn hoofd. Zie. Ik vind dat zo leuk, die cap. Ik vind die cap zo leuk. Open. Tony, ja, I love jouw cap. Ah, ik mag dat niet zeggen. Misschien in het Nederlands gewoon. Ik hou van jouw cap. Ah, dat mag het. Ah, ik mag wat zijn. Ja, dat mag. Hi Daisy, ik zie je wel. Daisy? Waar is Daisy? Ik wil wegrennen.
Kijk er wegrennen. Oh ja, ik zie je ook. Hoi Daisy. Dekt ook, geweldig ook. Je zei live, zei ik dat? Huh? Hey Lydia. Hey Lydia, heeft die vos? Die chestnut. Oh, die is ook zo mooi. Lydia, die staat hier. Die is ook zo mooi. Ik kan haar niet zien. Iedereen staat erin. Ja, I know. Graag gedaan. Ruby, waarom is die video dat ik je paarden verzorg weg? Oh, Ruby, je hebt een vraag op de live chat. Je hebt een vraag op de live. Oh ja, nu zie ik hem. Oh, ik mag het niet sturen. Zo, dat is gelijk. Yup. Let's go! Hey, mooi Dartmoor, Raffaella, Topaz Walker. Oh, die rijdt op een Dartmoor, die is ook cute. Oh, die is ook zo. Ja, I know, maar die zijn zo leuk. Heb je trouwens nu alle KWPN'ers? Op eentje na nog! Nog eentje, die donkere. Oké, ik weet niet! Ja, die hele donkere, met dat hele kleine blesje op zijn neus. Ik weet die niet! Nee! Oh, teleurgesteld. Nee, die moet ik nog. Die is zo mooi. I know. Die is zo mooi. Het probleem is met die paarden dat ze dus allemaal mooi zijn. Ze springen wel hoog trouwens. Ja, klopt. Wow. Oh, ik ging de grond in. Nee, niet doen. Wel, boost. Nee. Check Daisy gaan, hé. Doei Daisy. Ja, Daisy is altijd snel geweest. I know. Doei Daisy. Ruby, als je dit hoort, je hebt dus een bericht op de live chat. Hey Emma, goed bezig, je komt me inhalen. Nee! Wat doe Oh nee! Neem jij Oh nee, ik neem even de omweg, jongens. Ja, neemt een toeristische route. Ja, zeker, ik zag het wel. Iedereen zag het. Nee, dat godverdomme, hij staat op de live. Ja, nee, ik lijk... Ja, hij staat op de live. En hoe? Oh, ik val altijd op de live. Het is nooit goed gegaan op de live. De live gebeurt altijd wel iets. Als wij tweeën live gaan, dan gaat het altijd. Oh my god! Oké. Ja, ben je weer gecrashed? Ja. Oeps. Oh, maar doei! Hey, doei Claire! Oh, ik ben dood! Ik zag het wel, gezellig. Jij ging er gewoon even voorbij. Hey, goed gedaan iedereen. Andere groep zit ze. Ja. We splitsten even van groep. Oh, mijn paard kan al even hoog. Lekker. Yes, help. Oh, nog meer. Oké, laat maar. Hier, even naar Agnes. Hallo, Agnes. Hey, mijn paard kan ook nog goed. Oh, wat goed. Lekker bezig. Okay. Hoor je kat? Hoorde je mijn kat ook? Mijn kat wil wat zeggen. Die zei miauw. Oh, ik hoorde hem niet. Oh, goed zo. Ik hoorde hem niet. 25 ben echt slecht. Nee, Coco, je bent niet slecht. Nee, ik moet gaan, Jane. Is goed, Stella. Wel jammer. Doei, Stella. Maar echt super leuk dat je erbij was, meid. Super leuk. Je erbij was. Ik probeer zo snel mogelijk te typen om iedereen te beantwoorden, maar soms dan... Dat lukt niet altijd. Nee, dat is echt... Oh, thanks. Graag gedaan. Oh, wacht even. Graag gedaan. Veel plezier met de live, dankjewel. Ik ben eerste. Ik hoor alleen maar paarden levelen, is niet normaal. Ik ook. Wat trouwens, hè? Nou? Ik vind, bij Ruiterfestival moeten we een waterbubbles dressuur houden. Ja, vind ik ook. Oh, ik moet ook off. Is goed, Coco. Bye. Ik denk dat ik de live ook steeds hier, Ruby. Lekker afgesluit. Maar is er nog een missie in Moerland? Ja. Eentje. Maar, Ruby. Er is een vraag voor jou. Ja, precies. Zo, inderdaad, Vera, dat is het. Nou, wij gaan de live afsluiten. Waar is Claire? Claire moet sowieso ik bij mij. Ik sta hier.
ik sta... Oh, daar. Daar. Ik zie je. Ja. Jij moet er sowieso. Zo, dan ga ik mijn live weer afsluiten. Het was een korte live, maar het was ook niet een heel... Ja, een hele grote update. Natuurlijk wel een grote update, maar... we waren er eigenlijk gewoon snel doorheen. Volgende week zal het wel anders zijn, want volgende week is het Ruiterfestival. Dus dan kunnen we weer allerlei dingen bekijken. Spuntjes kopen en kraampjes kijken. Alles kijken. Ik ben dan wel super enthousiast als ik erover nadenk. Dus daar hebben we echt super veel zin in. Dus dan ben ik sowieso met Jamie en de Hurricane weer bij jullie terug. Tot die tijd misschien woensdag weer met Jane. Beetje Hurricane. Ik wil wel heel erg Claire bedanken. Dat ik in haar stal mag. Yes. Om de live te proberen. Of om de update te proberen in de live. Ze is hartstikke blij mee. Yo, Anna, kan je even kappen? Jemig. Nee. Ja, ik zet gewoon om de geer dan hoor. Hey, man. De geer, zo. Even rust. Ja, hey, nou super bedankt iedereen voor de gezellige live. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei. Bye.